om een feestje te organiseren, omdat de wijk nu bijna af is. De wijk Westerhaast. Voordat jullie geboren werden, is daar al een begin mee gemaakt. Om het oude huis weg te slopen en nieuwe te bouwen. En omdat het nu bijna af is, nog niet helemaal, hè, want ze moeten daar nog een klein stukje moeten ze invullen. Voor het sportveldje. Maar als dat helemaal af is, en we hopen dat tot 26 september het geval is, dan gaan we een hele dag feest vieren. Nou, dat wilden wij bekendmaken en daar hebben we de kleurwedstrijd voor gehouden. En daar zijn jullie de winnaars van. Dus van harte gefeliciteerd. Er zijn een paar mensen niet, die konden niet. Nou, dat is natuurlijk jammer. Misschien komt er straks nog iemand van onze stuurgroep. Maar wie er wel zijn, dat zijn Annette van Egmond. Die is van DSV Zorgsteunpunt. Die zit ook in onze stuurgroep. En Gabriel Wakers. Die is van het Welheid College, de hoofdconciërge. En Annemarie van Vliet, die net als ik op het Westerpark woont en die vanuit de VVE in de stuurgroep zit. Welkom, gefeliciteerd. We gaan zo meteen jullie prijs uitreiken. En dat is dat je dankzij de sponsoring van Oudersloot hier mag eten. Dus jullie gaan eten, wij gaan wat drinken. Hoe we de tafelschikking doen, dat kunnen we wel gewoon samen gezellig in overleg regelen. Maar dan gaan we een paar foto's maken. En ik ga proberen om één van die foto's in de krant te krijgen. Dus dan komt het in de Rijnsburger, zeg maar. Maar die heeft mama helemaal niet gekleurd. Die heb jij gekleurd. Oh. Nou, ik vind hem al heel mooi, hoor. Ja, is goed. Maar ik vind ze alle drie heel mooi trouwens. Maar deze, die vind ik ook heel mooi. Die is van Lin. Die heb ik is Lin. En dan hebben we ook nog Diana. Diana. Ja, die is ook heel mooi. Zijn eigenlijk, mag ik ze daarop hangen? Jazeker. Van jullie. Kom gaan drinken of... ja, je wil wel wat. Ja, ik neem een kwekkenboomkroket met patatjes en ketchup en mayonaise. Ik neem dat en ik neem een... een kroket. Ik neem patat met een kaassoufflé. Niks. Of lekker appelmoes. Nee? Vind je dat allemaal niet lekker? Volgens mij is dat goed. De dames, is wat? Is lekker. Maar dit is het hele scherpe. Wat? Is lekker koud. Heel lekker. En je buurvrouw, hoe heeft die het gesmaakt? Heel lekker. En de andere buurvrouw, hoe heeft die het gesmaakt? Lekker. Hoe? Lekker. Wat vond jij nou het allerlekkerst? Het ijsje. En jij, Lin? Het ijsje. En jij? Deanne. Allebei. Alles lekker? Ja. Oké, nou, ik vind dat jullie hele terechte prijswinnaars zijn. Jullie hebben van alle deelnemers de kleurplaat het mooiste gekleurd. En het was Oudersloot die jullie heeft getrakteerd op deze prachtige prijs. Zij zijn de sponsor, dus ik vind dat jullie Petra van Oudersloot wel eens hartelijk mogen bedanken. Oh, dankjewel. 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 Moet ik nu... Oh, nee, nou dames, maar wat is nou eigenlijk een sponsor dan? Wie weet dat? Wat is een sponsor? Maar meneer De Mooie zegt dat wel zo mooi. Dat je gaat lopen of zo? Nee, een sponsor die geeft iets weg. En Oudersloot heeft vandaag iets weggegeven, namelijk een lekkere maaltijd voor jullie als prijswinnaars. Dus ik vind een hartelijk applaus van ons allemaal voor Oudersloot. Nou, ik vind een applaus voor de winnaars. Dus ik doe lekker mee. Toch? Dankjewel, Petra. Alles goed. Graag gedaan. Toch, dames?